welkom bij vlog 5, waarin ik het met je wil hebben over sporten op zakenreis. Maar goed, ik ben deze week dus in Brussel voor zakenreis. De komende 2 dagen doe ik een workshop social media voor 30 van de grootste medische verenigingen van Europa. En ik moet zeggen, de klad zit er wel een beetje in. De leercurve waar ik het vorige week over had, was natuurlijk super stijl. Vlog 4 vond ik zelf in ieder geval heel leuk om te maken. En toen choke. Ik dacht, oh shit, vlog 5. Ik had beloofd dat ik jullie de tips van Michiel Hellegers ging laten zien. Maar ja, ik ben gewoon nog niet klaar met editen. Ik heb die man meer dan een uur gesproken en hij heeft zoveel leuke dingen te vertellen. Ja, ik moet daar gewoon nog helemaal doorheen. En toen kwam deze workshop eraan, moest ik op reis. Ik zag het even niet meer zitten, maar ik dacht, je moet, if life serves you lemons, you gotta make lemonade. Dus wat nu aan de hand is, ik ben op zakenreis, dus waarom ga ik het niet hebben over sporten op zakenreis? Want het belangrijkste wat je moet doen, dat heb ik gedaan, dat is, waar zijn ze? De hardloopschoenen mee, want ja, hardlopen, dat kun je natuurlijk overal. Dan laag ga je lopen, want nu ook. Ik zit in Chambre Chocolat, prachtige bed and breakfast. Maar ik heb natuurlijk geen idee in de buurt waar ik zit en waar een leuk loopje is. Maar daar heb ik ontdekt, kun je Strava heel goed gebruiken. Als je Strava openmaakt, dan zie je onderin een aantal opties. En dan moet je klikken op meer. En bij mij de eerste optie die ik dan bovenaan zie is de segmentverkenner. En dat is de tool die je wil gebruiken als je op een vreemde plek in een vreemde stad bent. En je ziet, ik zie hier de kaart van Brussel met al een paar segmenten. Maar wat ik vooral wil doen, je wil even dubbel checken of die op hardlopen staat. Ja, staat die. Dan ga je inzoomen naar de plek waar jij bent, een beetje op een redelijke schaal. En dan zeg je opnieuw zoeken in dit gebied. 0,6 kilometer, kijk. En dan zie ik hier een park en heel wat groen. Dan denk ik, wacht even, daar moet ik heen. Doe ik nog een keer zoeken in dit gebied en aha, daar zie je opeens allerlei mooie rondjes ontstaan. Maar ik zie hier al prachtig, ik kan hier gewoon een prachtig rondje door het park lopen. En wat ik tot nu toe heb gemerkt, in Barcelona, in Madrid, in Frankfurt, in Bremen. Dat ik op deze manier eigenlijk altijd wel in staat ben om een leuk rondje te vinden om 's ochtends te gaan hardlopen. Waarbij ik enigszins het idee heb hoe ver ik zal gaan, en hoe lang ik daar ongeveer mee bezig ben. En natuurlijk dat ik weer veilig thuis kom. Dus bij deze een korte vlog, omdat ik eigenlijk nu snel weer aan het werk moet, over hoe je in een onbekende stad toch nog enigszins kan sporten. Zo, die staat er weer op. Op zich nog redelijk op tijd, dus ik denk eigenlijk wel dat ik morgen vroeg een rondje ga lopen. Maar als je dat nou zeker wil weten, volg mij dan nu op Strava. En als je het sowieso leuk vindt om de eerste te zijn die op de hoogte is van een nieuwe vlog over mijn reis naar de Rotterdam Marathon en mijn reis in de wereld van triathlon en alle tips die ik daarvoor onderweg tegenkom, druk dan nu op die rode knop abonneren als je zit te kijken op YouTube. En als je dit nou zit te kijken op Facebook, klik dan even in de omschrijving op de link naar YouTube. En daar kun je abonneren. Krijg je meteen iedere donderdagmiddag een e-mailtje zodra ik een nieuwe video publiceer. Ik ben benieuwd wat je ervan vond. Ik ben benieuwd wat jouw adviezen zijn om te blijven sporten op zakenreis. Schrijf ze hieronder in de comments. En ik kijk ernaar uit om je volgende week weer te zien in vlog 6.